bloemen. Ik vind het leuk om met pasta en papier te werken. En, pasta? Pasta, ja, het is een beetje een dikke, geen tandpasta. Dikke substantie waar je verf doorheen kan mengen. Oh. En dan, ja, dan wordt het gekleurde pasta. Dan krijg je de verdikkingen erin. Okay. En dat vind ik leuk. Ik heb er papier in verwerkt. Dat is ook wel leuk. Oké, okay. En dat... dat dit heb ik ook allemaal gemaakt. Oké, okay. En dat zijn inderdaad hoofden? Dat zijn allemaal dameshoofden. We begonnen met deze. Dat zijn allemaal lintjes van uit kleding geknipt. En dit zijn allemaal oude lintjes heb ik geknipt en gemaakt. Dit is een soort van verpakkingsmateriaal wat je... Ja, ken het, ja. Een dikke fieldachtige, u kent het waarschijnlijk. Ja. Dat is dit. Eigenlijk weggooi materiaal, maar dat gaat u nog wat van maken. Ja, ik heb een oude zonnebril opgezet, dus het is... Ja, zo hou ik wel een beetje van wat verschillende dingen te maken. Herbruikbare schilderijen. Ja. Als maar goed, ook weer, wel weer een pastel of een aquarel. Is dat ook van u? Dat is ook van Maria. Oké, dat is weer grafisch lijkt me. Dat is weer heel anders. Dat is weer grafisch, ja. Ja. Dus die blokjes zijn allemaal apart getekend. Apart gemaakt en dan later opgeplakt. En deze ook. Maar het is geen printwerk? Nee, het is echt met de hand getekend. Met de hand, oké. Ja. Want sommigen doen met ecoprint dingen of met... Ja, nee. Dat is echt wel met witte stift is dit gemaakt. Oké. En dan knip ik ze allemaal uit en dan plak ik ze op in de vallende vorm. En dan heb ik hier ook gedaan. Oké. Ja, ik heb ook wel eens een schilderij van Herman Brood gezien in een etalage van ergens. En die was van dropjes gemaakt. Zwart-witte dropjes. Dropjes. Oh ja. Allemaal. En toen hadden ze ook een schilderij. Ja, dat klopt. Ja. En hoe was uw naam ook alweer? Ik ben Mieke van Bakel ten Meulen. Oké. Okay. Nou, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Bos is een beetje een stifra uit de jaren 60-70, gemaakt door Matsura. En ik liep al jaren rond met het idee om er iets mee te doen. En dit jaar heb ik dan de stoute schoen aangetrokken om ze 50-70 te tekenen. En dan diverse technieken in te kleuren. En Dick Bos heeft bij mij altijd een blauw pak aan. En Dick Bos was een boekje van ongeveer 12 bij 10 centimeter. Elke pagina stond dan één illustratie. En dat was een heel verhaal. En ik heb deze gemaakt met waterverf. Dit zijn de drie die ik gemaakt heb in acryl. En de laatste twee die zijn gemaakt met pastel, panpastel. Okay. En ik probeer steeds in diverse technieken een werk te maken. En u zei net eventjes terloops dat u dat dit jaar bent gaan doen. Dus u heeft deze schilderijen allemaal in 7, 8, 9 maanden gemaakt. Ja, maar dit is, in vergelijking met mijn ander werk, is dit vrij simpel. Het zijn zwarte lijnen opzetten en ze de vlakken opvullen. Oké. Okay. Maar dit is, niet zeggen dat het... Gewoon leuk eventjes ertussendoor. Een kwartierwerk? Nee, dus het is geen kwartiertje. Nee. Oh, ik dacht dat u dat zei. Nee, het is geen kwartiertje, maar het doet er wel iets langer over. Oh, okay, ja. En het is eigenlijk iets wat ik normaal niet doe, maar ben ik weer veel gedetailleerde dingen bezig. Dus een beetje, even wat anders. Kunt u ook wat van uw gedetailleerde werk laten zien? Ja, gaan we even achter. Nou, dit werk is wat gedetailleerder. Dit zijn 4 schilderijen, ook weer in 4 technieken. Die hangen bij mij in de keuken. En ik heb steeds hetzelfde bord genomen. Waarom in de keuken? Omdat het allemaal voedsel is? Omdat het allemaal voedsel is, ja. Dat vond ik wel aangenaam. Oh, het is allemaal hetzelfde bord, alleen met steeds een ander ingrediënt. Dit was de eerste die ik gemaakt heb. Een beschuitje. Een beschuitje met pen. Korreltjes, ja. Een beetje kleur erin. Ja. Dit is ook een uitdaging, want deze is gemaakt in... Een eitje. Eitje met waterverf. Oké. Dat is een hele... struggle om het vooral het brood en het zo te krijgen, maar het is gelukt. Het is gelukt. Heel goed hoor. Deze is gemaakt met kleurpotlood en ook panpastel. Oké. En de laatste, die heb ik gemaakt met olieverf. Ik eerst heb een doek gemaakt, een doek uitgesneden en toen om een kartonnetje heen gevouwen en ook. En ja, dit is dus veel gedetailleerder, veel lastiger dan de bos. Ja. Hartstikke goed. Moeten we ook nog even naar deze kant? Of ja, gaan we ook doen. En dit is ook van u dus? Ja, dit zijn ook werken van mij. Ik heb vroeger
veel hardgelopen. Nou, maar hardgelopen. Ik liep op een drafje en iets harder dan normaal. Wel de Dam tot Dam meegedaan. De Dam, ja. Ja, 17 keer en halve marathon. Oké. Okay. Maar inmiddels ben ik uitgelopen. Ja. En de schoenen die ik dan daarvan gebruikt heb ik op papier gezet. Ah. Dit waren mijn hardloopschoenen. En met hardlopen kom je het grote teen nog vaak omhoog. En hier heb je dan ook een soort gat wat ontstaat. En heb ik dan, de schoenen zijn weggegooid inmiddels. De schoenen zijn niet meer in. Maar u heeft ze nog als aandenken? Aandenken, ja. En deze schoenen heb ik heel veel, ik heb heel lang getafeltennist. Hier heb ik heel veel partijen gespeeld. Zo. En die heb ik ook vastgelegd. En als we aan de andere kant gaan. Ja. Heb je nog een paar hardloopschoenen. Oh ja. Waarvan ook de neuzen stuk waren. En ik heb ze dus getekend met pen, met Oost-Indisch inkt. En dan heel langzaam de schoenen op te zetten. En dit zijn ook nog een paar mensen die pingpongen. Butterfly is een heel bekend tafeltennismerk. Okay. Met deze schoenen heb ik ook menig partijtje gespeeld. Maar het is een hele leuke herinnering. En ja, elke dag een half uurtje of drie kwartier. En dan kom je dan heel eind om dat leuk te maken. En ja, rustig aan. En u bent? 71. 71. Nou, ik vind het fantastisch wat jullie allemaal maken. Ja, maar ik vind het gewoon een hele leuke hobby. Oké, nou, dank voor het gesprek. Geen dank, graag gedaan. Tentoonstelling geweest in Groningen. In Groningen? Foto, ja. Oké. Okay. Het museum van Groningen. En daar hingen wat voor... Oh nee, daar heb ik zelf foto's gemaakt. En die heb ik hier opgeplakt en uitgeknipt. Oké. Okay. En dit heb ik gemaakt. Al die teksten zijn nog uit oude muziekbladen. Oké. Dus die heb ik hier omheen geplakt. Ja, ja, ja. Ik zag al ook bij die schilderijen allemaal krantenknipsels eigenlijk. Ja, ja, maar ja, dit zijn krantenknipsels uit het muziekblad. Aha, verder, dus het heeft wel met dat thema te maken, ja, muziek. Het zijn hun eigen teksten die erop staan. Oké. Okay. Ja. En u plakt dat gewoon op en dan doet u de vernis over en dan is het klaar. Of zeg ik het iets te simpel? Zegt wel. U plakt het gewoon op. Nee, ik knip het ook eerst uit, hè. Ja, ja. Dus ik fotografeer, ik knip het uit. Ja. Leg ik het allemaal een beetje op als een geheel. Dan kijk ik of het een beetje klopt. Oké. Okay. En als het dan klopt, haal ik alles er weer af. Maak ik er een fotootje van en dan plak ik het weer op. Oké. Okay. Het is heel veel werk. Nou, ik geloof het zeker. Dat denk je zo niet, maar het moet ook een beetje ritme hebben, hè. Ja. Nee, prima. Dat is een methode. Ik heb mensen die textiel deden en er allerlei borduursels op maakten. Oh, ja. Heel veel verschillende technieken die mensen toepassen. Ja. Ja, dit heet collage, hè? Dus dat is knippen en plakken. Dit is eigenlijk wat ik het mooiste vind. Maar dit in de Rolling Stones dacht ik leuk voor hier. Ja, ik had er eigenlijk die muziek bij willen doen, maar dat veel mensen zitten te praten. Ja, ja, ik snap dacht, laat ik dat dan maar niet doen. En dit heeft u als eerste werk gemaakt, zegt u? Ja. Het heeft een beetje heel multicolor te maken. Ja, ja, een beetje Afrikaans-achtig. Ach, een beetje... Ja, ik zie er allerlei oorringen en een beetje Marcus-achtig. Die heeft dat ook met heel veel kleurtjes. Al, oh, wel anders, maar... Ja, die schildert volgens mij. Ja, die schildert. Ja. Dit is niet. Nee, dit is allemaal papier. Allemaal papier? Ja, ik denk als u dichtbij ziet. Oké. Okay. Kijk. Oh, dat dit doet u wel met papier. Ja, geen pen of potlood komt eraan te pas. Alleen papier. U knipt de juiste kleuren uit. En dat allemaal scheuren. Ah. Kijk, daardoor krijg je ook die randjes eraan. Hè? Zoals dit. Ja, ja, ja. En dan heb ik hier karton. Allemaal stukken karton opgeplakt. Het is wel zoekwerk om alles... Weer, ja, je moet eerst heel veel bladen hebben. Je moet veel mensen hebben die dat allemaal voor je meenemen. Ja. Want het is natuurlijk een hele dure hobby anders. Ja, je moet en toen had ik deze af. Toen dacht ik vind het eigenlijk wel mooi om er nog één te doen. Ja. Maar ja, dan moet je weer zoeken in je kleurtjes. Ja. Dus hier heb ik dat ook weer helemaal met karton allemaal opgeplakt. Ja, ja, dan zie je ook wat diepte. Hè? Want ja. Daar zie je, het lijkt wel... Die, ja. Kan je het een beetje zo ja, het is moeilijk te filmen. Maar, want iedereen wil dat eventjes aanraken. Oh, ja, maar dat moet je niet toestaan. Nou, dat vind ik niet erg. Nee. Nee, oké, okay. Maar u schildert dus eigenlijk niks. Het is meer, of wordt er nog overheen geschilderd? Nee, nee. Dit is enkel plakken. Nee, en er wordt overheen gelakt. Als ik het helemaal af heb, dus dat ik denk, nou, ik ben er wel helemaal klaar mee. Dan laat ik het een week of twee, drie in de kamer staan. Dan ga ik even kijken. Dan denk ik, ja, dan lak ik het.
En doordat je het gaat lakken, wordt het één geheel. Ja, ja, zolang ja, het niet gelakt is, is het hele en ook sterker. Kleine papiertjes blijven het dan. Ook. En dan maak ik eerst het portret, het gezicht. En dan ga ik dat allemaal invullen met... Ja, met kleuren. Ja, ja, ja. En dit is de aanleiding van Frida Kahlo. Wie is Frida Kahlo? Sorry. Mexicaanse kunstenares. Ah, oké. Okay. Die is een tijd geleden, heeft Jeroen Krabbe daar een route mee gemaakt. En toen heb ik haar gezien. En zo werd u geïnspireerd om dat ook iets dergelijks? Zij heeft dat niet zo, zij schilderde zelf. Ja. Maar toen vond ik het wel mooi om het met kleuren ook te maken. Oké. Okay. Ja. En hoeveel schilderijen heeft u al gemaakt en hoeveel tijd kost het allemaal om zo'n schilderij te maken? Want u zei dat het veel tijd kost. Ja, ik denk soms wel een paar maanden. Oh ja. U laat het even liggen soms en dan weer even... Ja, want soms heb je net geen kleur genoeg. Nee, moet je wachten op bladen. Ja. En knip je de rozen. Ik ga bloemen en dat moet je dan ook net weer hebben natuurlijk. Ik snap het, ja. En ik had hier alleen een portret middenin gemaakt en toen vond ik het eigenlijk te weinig in zo'n groot doek. En toen heb ik eigenlijk die streep er tegenaan gemaakt. Toen dacht ik, ja, nu vind ik het wel een heel geheel geworden. Ja, oké. Okay. En ook weer door het lakken. Ja. Dan wordt het altijd net weer even anders. Leuk hoor. Ja? Ja, dank u wel. En leuk om te doen in ieder geval.